Regering geeft zichzelf koopkrachtversterking van 50%. Herschikking mag en Brunswijk deelt auto's uit, want dat is zijn hobby. En Suriname moet meer doen om drugstransporten te bestrijden. Goeiedag. Dit is Regionieuws TV Suriname van 29 juni 2023. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De Surinaamse bevolking verarmt steeds meer. Het kabinet Santokki besloot daarom enige tijd terug om het armste deel van de bevolking tijdelijk een uitkering te geven. De zogenoemde koopkrachtversterking. Gezinnen boven de armoedegrens komen niet in aanmerking voor deze koopkrachtversterking. President Santokki stapt daar nu gedeeltelijk vanaf. Zo blijkt uit een artikel in Star News. De regering besloot namelijk om zichzelf een koopkrachtvoorziening te geven van 50% van hun maandelijkse schadeloosstelling. Dat was noodzakelijk, want de koopkracht van de president, vicepresident en ministers is enorm gedaald, legde minister Bronto Sommelhartjo uit. Dat wordt met deze uitkering gecorrigeerd. Ministers krijgen de uitkering tot 6 maanden na hun ambtsperiode. Voor de president en de vicepresident geldt een afbouwperiode van 1 jaar. Er komen ook forse verhogingen voor rechters, departementsdirecteuren, onderdirecteuren en staatsraadsleden. De verhogingen zijn goedgekeurd door de staatsraad, schrijft Star News. Alleen de leden van de NDP in de staatsraad hebben tegen de verhogingen gestemd. Wat vicepresident Brunswijk betreft mag president Santokki nu wel herschikken. De president wil al heel lang reshuffelen, dus minder goed presterende ministers vervangen. Dat stuitte op een veto van Brunswijk. Gisteren kondigde de vicepresident echter aan dat binnenkort enkele ABOP-ministers zullen worden vervangen. We hebben gezien dat we hier en daar toch wat moeten gaan reshuffelen, zei Brunswijk voor aanvang van de ministerraadsvergadering. Eerder wilde hij niet meewerken aan een herschikking, omdat zijn ministers niet genoeg geld kregen om hun werk naar behoren uit te voeren. Er is bij coalitiepartner VHP al enige tijd gemor over de ministers van Grondbeleid en Sociale Zaken. Vorig jaar werd minister Saskia Walden weggestuurd. Zij is lid van de VHP. Maar Brunswijk kwam vandaag ook als filantroop in het nieuws. Een paar dagen terug ontstond ophef omdat hij in het resort Caballebo peperdure auto's had geschonken aan de kapiteins van de inheemse dorpen Apura en Warschabo. Parlementariër Jennifer Vreedzaam vond dat Brunswijk verkiezingspropaganda voerde. Onzin, vindt Brunswijk. Hij gaf namelijk wel vaker auto's weg. Ik verdeel elke maand auto's, zei de vicepresident. Dat districtscommissaris Josta Lewis van Caballebo, het resort waar hij met auto's strooide, geen dienstauto heeft, was niet zijn probleem. En dat hij auto's uitdeelt mag geen probleem zijn. Hij is miljonair en auto's verdelen is zijn hobby. Aldus de tweede man van Suriname. Suriname zal veel meer moeten doen om de drugstransporten richting Nederland en andere landen van de Europese Unie te bestrijden. Dat zegt Henk van der Zwan. Hij is ambassadeur van het Koninkrijk der Nederlanden. Van der Zwan benadrukt tijdens een werkbezoek aan de haven van Rotterdam dat Suriname een groot probleem heeft bij het bestrijden van drugshandel. Dat heeft volgens hem te maken met de corruptie in het land. Drugscriminelen zijn geïnfiltreerd in de haven, bij de douane en bij de politiediensten. De Franse krant Le Monde bracht in april een video uit waar de rol van Suriname wordt aangetoond bij het transport van cocaïne naar Frankrijk. Le Monde noemde Suriname een narco-staat, onder leiding van ex-president Desi Bouterse en vice-president Ronnie Brunswijk. Volgens de krant is er een crimineel netwerk gevormd rondom deze twee mannen. Beide zijn buiten Suriname veroordeeld voor drugshandel. En tot zover Regionieuws TV Suriname. Wilt u dagelijks op de hoogte blijven? Download dan onze app en nieuws melden kan aan suriname@regionieuws.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.